Op verzoek van de wethouder gaan we nog één keer kijken naar die man die zo fantastisch scheef wordt en gesponsord wordt alsof het een pro is hier in Nederland. Mike en Tyson staat hier op de eerste vrij. Ja, dat is hem. Mike. Bij hem voelde ik me altijd veilig. Als hij er was, had ik altijd het gevoel van, ah ja, een soort van de pilaar van de Fred Club. Ja, hij para, maar ja, hij was natuurlijk ook een beetje paranoia. Niet slecht bedoeld of zo, maar toch van, ja, liever niet. En hij was toch altijd een beetje, ja, hoe noem je dat? Op zijn hoede. Op zijn hoede, ja. Kloddervos, voel ik hem. Ja, wel op een goede manier. Is ook een stijltje. Ja, Dennis was wel een hele schone jongen. Hele fris, joh. Daar sliep ik vroeger altijd naast. Dan werd ik wakker met mijn neuzen, zijn haren. Ja, dat was echt zo'n hele goede, sterke kaaslucht, waardoor ik meteen wakker was. 60 Oldie, op zijn nieuwe airwalkies. Je shirtje, je petje moet dan wel bij je schoenen passen en ja, dat was Gijs. Mouse, cameraman. Bietsen, altijd. Beetje frekkig, dan gaan we ook spijt met frekje. Niemand weet hoe oud Joff is, ik weet het ook niet. Joff had echt overal scheidsrechter aan. Ik weet wel dat hij altijd wild is, hij is altijd een wild voor allemaal. Hij is gewoon wild. Gewoon zo grappig, met zijn sportbillytasje, weet je wel. Hij had alles in zijn tas. Alles. Nagelknipper. Plakband, schaartje. Blikbolio. Een handdoek, een extra onderdoek, twee tandenborstel, tappen staan. Alles had een vaste plek. Een blik mollie, zo'n tas van achter zich. En die had hele filosofie over Mario Bros in vergelijking tot skateboarden en het leven. Ja, dat is prachtig. Mike de Geus heeft weer een nieuwe sponsor. Jolly good fellow. And nobody can deny. Hij was hier, hij was daar, hij is overal. Ja, onnavolgbaar. Het is nou een rot, joh. Het is gewoon een strepte gerucht dat het gezicht, man, karakteristiek. Het zit hem in die huiszakken. Hey Freddy! Ja, wij waren de eerste wijven in het skateboarden. Ja. Maar hoe werd je een member van de Fred Click? Of waren daar regels? Of? Nou, je had geen sollicitatie of zo. Ik heb wel eens gelogen dat ik een Nollie Heel Flips kon. En het weekend erop moest ik ze gewoon kunnen, dus heb ik dag en nacht in de schuur getraind. We deden echt alles met elkaar, behalve ja, geen seks of zo. Fred Click is goor, man.